Dit was het 40ste havencongres en ik geloof dat het voor mij de vierde keer was dat ik het mocht leiden. We hebben vandaag een mooi congres gehad en wat mij vooral heeft getroffen is dat er weer iets is veranderd in hoe we kijken naar wat eigenlijk de grote missie is van de Rotterdamse haven, namelijk verduurzamen, namelijk die energietransitie. Er veranderen dingen, het verhaal wordt steeds echter, het verhaal wordt steeds doorleefder en het wordt ook steeds meer waar. Dus ik denk dat het 41ste havencongres volgend jaar in april nog mooier is. Ik zie ernaar uit. Havencongres Rotterdam 2022. Ik vond het een geweldig inspirerende middag. Wat gebeurt er ongelooflijk veel in en rondom de haven? Wat hebben we een enorme uitdaging met elkaar in de hele energietransitie, de waterstof. De publieke opinie. Ik vond dat we dat heel scherp met elkaar hebben kunnen delen vandaag. Met goede discussies en goede vragen. Ja, en wat ik ervan heb overgehouden, ook nu weer. Er kan altijd veel meer dan je eerst denkt dat er komt. En daar houd ik mij aan vast. We gaan met elkaar die transitie maken. Tata Steel natuurlijk vanuit de Eimond. En heel veel ondernemers hier. In de haven van Rotterdam. Daar wens ik iedereen enorm veel succes mee. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. Ik vond het vandaag een ontzettend interessante dag. Een leuke sessie gehad van Coca-Cola, waar ik heel veel herkende over de uitdagingen die hij heeft, maar die ik bij Shell ook heb. De nieuwe generatie die licht activistisch moet zijn, om te zorgen dat we ook die verandering van binnen uithalen. Dus ik heb een leuke dag gehad, een hele leerzame dag gehad. En ik hoop dat anderen ook net zo'n leerzame dag gehad hebben. Ik merk altijd dat we het samen moeten doen. En dat heb ik vandaag weer bevestigd gezien. Dus ik kijk uit naar die leuke toekomst. Ik ben super blij dat ik hier ben. Zeker als gepassioneerd Rotterdammer is natuurlijk spreken op het havencongres een jeugddroom. Wat ik meeneem vandaag is toch ook, en dat hebben we gehoord van een andere spreker, hoe we omgaan met de jeugd en hoe we die geïnteresseerd krijgen in de verschillende bedrijfstakken. De haven en voor ons geldt natuurlijk voor Coca-Cola. Dat we dat niet doen in een concurrentiestrijd van bedrijf tegen bedrijf, maar in ecosysteem. Ja, we zijn hier vandaag bij het havencongres. En eigenlijk is het weer mooi dat we sowieso met z'n allen bij elkaar kunnen zijn. En natuurlijk hebben we het met elkaar over de energietransitie. En vandaag zit gelukkig weer iedereen bij elkaar in de zaal en bekijken we het van verschillende hoeken. En het is voor mij maar weer één keer echt helemaal duidelijk dat de energietransitie zo complex is dat we het ook echt met elkaar moeten doen, dat we het samen moeten doen. En dat is zo mooi aan onze haven, dat is de plek waar we het ook echt met elkaar willen doen. Dus ik ben blij om hier te zijn vandaag en ik denk dat het allemaal onderdeel uitmaakt van de stappen die we met elkaar moeten nemen. Nou, het was er genoeg om hier aanwezig te zijn bij het havencongres en te horen hoe de haven zelf op een proactieve benadering, op een integratieve benadering wil inzetten en niet wil afwachten dat de maatschappelijke druk zo groot wordt dat we allemaal aan de duurzaamheid moeten gaan. En ik vond het ook heel interessant om te horen dat de ondernemingen de SDG, de Sustainable Development Goals agenda, hebben meegenomen, maar dat ook iedereen er wel over eens is dat er nog een wereld te winnen is. En dat vind ik ook leuk om daar verder op door te pakken met iedereen. Nou, het was vandaag een fantastisch event. Het was heel interessant om te beginnen met cybersecurity, een belangrijk thema voor het havencongres en voor alle bedrijven hier in de regio. Gevolgd door veel elementen over de groene transitie die eraan zit te komen en de noodzaak ervan. Het is belangrijk dat we als ketenpartners daar de handen ineens slaan. En dat wil ik iedereen meegeven. Het is een mooie dag geweest. En ik hoop op veel vervolggesprekken hieruit. Met die volstroom. En je kan dus of nu gaan proberen. Nou, het 40ste havencongres gaf al aan in welke perfect storm we ons bevinden. Maar het ging vooral om kansen. Positiviteit, namelijk dit is de plek waar de grote veranderingen plaatsvinden. Maar het is ook de plek waar we een aantal uitdagingen hebben te overwinnen. Dat gaat ons lukken, want wij zijn in Rotterdam en daar lukt alles.